Dit is ons Toptalks Lab, waar Rachel en Albert iedere week een spannend experiment laten zien. Kijk, ik heb hier een apparaatje waarmee ik dus in een oor kan kijken. En dat ga ik nu bij jou doen. Ja, ik zie jouw trommelvlies. Is dat dat vliesje? Ja, en daarmee kun je dus horen. De geluidstrillingen worden door dat trommelvlies opgevangen. En daarmee kun je horen. Even kijken. Ja, hier zie je ook mooi het trommelvlies. Doe eens even met je neus dicht blazen. Doe je dat? Ja, je ziet dat het trommelvlies dus een beetje bol gaat staan. Ah. Oh, sorry. Oh nee, daar zie ik wat oorsmeer zitten. Zie je dat? Oh ja. Oh! Ja, ik krijg het er niet uit. Kan je zelf eens even pulken? Moet je een beetje voorzichtig doen, hè? Je moet nooit thuis zo met allerlei dingen je oor gaan frunniken. Want dan kan je echt je trommelvlies mee beschadigen. Kijk, dit is het oorsmeer. Het is een beetje vettig en plakkerig. En een beetje zuur. En omdat het zuur is, kunnen bacteriën en schimmels er niet goed in leven. En dat maakt niet uit, hè? Sommige mensen hebben heel veel oorsmeer. Ja. En anderen weer wat minder. Maar het is eigenlijk grappig. Hoe meer oorsmeer je hebt, hoe schoner je oren eigenlijk zijn. Ja. Nou, en om dat eventjes te demonstreren, wat je oorsmeer dus eigenlijk doet, heb ik even een supergroot oor geregeld. Oh. Albert, help even. Ja. Dit is dus een uitvergrote versie van jouw oor. Aha. En nu, we hebben natuurlijk niet reuzenvliegjes of heel veel stof. Dus we gaan, ik heb iets anders. Ik heb namelijk deze dingetjes. En hiermee kunnen we dus kijken wat er dus gebeurt met je oor als dingen er gewoon maar in kunnen vliegen en er dus geen oorsmeer in je oor zit. Oké. Okay. Wow. Ook even gehoorbeschermers om je, trommelvlies te beschermen, alsjeblieft. Ja. Zo, ze vliegen er allemaal dwars doorheen. En nu gaan we dus kijken wat er gebeurt als je er oorsmeer in smeert. Nou, misschien is het je wel opgevallen net op de camera dat Albert's oren best wel schoon waren. Dat komt omdat ik een uur geleden al het oorsmeer al eruit heb gevist. Dus we gaan even de boel een beetje insmeren. Zo. Ja. Ja, dit is wel een beetje hoeveel jij erin hebt. Oké, ben je er klaar voor? Ja. Ik heb er geen enkel balletje doorheen zien vliegen. Nee, hè? Nee. Alles wat dus in je oor vliegt, blijft gewoon lekker plakken aan het oorsmeer. Ja, dus nooit meer in je oor peuteren. Maar wel in je neus.